Jullie zien nog niks, daar is het. Die dingen zie je steeds vaker en ik heb ook hele grote gezien. We gaan eens eventjes kijken of dat we er nog meer kunnen vinden. Eventjes kijken of wij dan de goede plek hebben. Ta-ta-ta. Niet echt, in ieder geval we moeten daarheen. Dan moeten we ergens daarachter in dat stuk zoeken. In de buurt van het open veld. Dat kan zijn dat ze daar nu ook staan. Maar mochten ze daar opeens staan, dan groeien die dingen wel behoorlijk hard. Maar dan gaan we vanzelf wel even kijken. Of dat ze er staan, ja of nee. Geen idee, jongens. Jongens, er stonden 51 auto's op de parkeerplaats. Ik wil ze dadelijk wel eens kijken als ze terugkomen het bos uit. Hoeveel er dan nog staan. Oh. Ik wil echt terug naar huis toe gaan. Ik denk dat is een beetje veel. Dan komen we af en toe mensen tegen in het bos. Dan hebben ze alweer lopen kappen. Kijk dit dan. Dit was vroeger helemaal dicht. Nu hebben ze alweer een boompje weggehaald. Ze hebben een heel open stuk gecreëerd opeens. Oh jee. Nou, dan gaan we hier maar in. Oké, we gaan niet naar dat ding zoeken. We gaan weer richting huis, jongens. Op de een of andere manier hebben we in de gaten dat er toch op de een of andere manier regen gaat komen. Kijk wat hier opeens staat. Overal opeens paddenstoelen, jongens. Oké, een oorstaafje. Wat moet die nou in het bos? Oh. Hé, wacht. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben het schoongemaakt. En waarschijnlijk, breder kan het niet zijn, maar het lijkt er wel op. Dat ze alle troepen verwijderd hebben op de een of andere manier. Hier hebben ze volgens mij ook gekapt. Dat was ook veel dichter. Ja, kijk. Heel duidelijk. Kapsporen. Oh. Die ligt er nog steeds, maar die is helemaal kapot gereden. Dit is ook breder geworden. Oké, je kan er overal verder doorheen kijken. Dit ook, kijk. Meerdere malen zelfs. Nou, dit zou wel een mooie plek zijn voor van die salamandertjes en roodborsten voor van de zomer. Even kijken, bessen. Wat is het? Hier staan er ook nog een paar. Kastanje. Yes, kastanjes. Kijk, daar liggen ze. Maar, hier liggen er een paar los. Even kijken. Ah, dat zijn die platte. Oké dan. Dan snap ik niet dat dit jonge boompje al kastanjes kan geven. Maar goed, het is blijkbaar zo. Hier hebben ze ook doorheen gereden. Wacht, ze hebben alle bosbessen plat gereden. Hé, wat hebben ze? Kijk dan, dit kon je vroeger helemaal niet zien. Nu kun je er helemaal dwars doorheen kijken. De zuiveringsinstallatie. Kijk, hier. Deze gaan we nou ook aankomende weken goed in de gaten houden. Hoe die gaat groeien, dat zal best wel mooi worden. Wow, kijk dit dan. Een heel open stuk hebben ze gecreëerd. Kijk eens naar die grote plek.
hier hebben ze het ook helemaal kaal gemaakt. Dit was helemaal dicht. Alles hebben ze eruit getrokken. Geen idee waarvoor, vanwege biomassa of wat dan ook. Maar de bossen worden steeds kaler, jongens. Dat is echt jammer. Ik vind voor mezelf, er moet meer bos bij komen. Dat is tenminste mijn mening, maar goed. Nou, dit is dat stuk waar ik die kogel gevonden heb van de oorlog. Dat hebben ze ook helemaal plat gereden.